Hele goedemorgen. Het is vandaag woensdag 16 januari. Het is nu 9 uur 16. Ja, leuk. Gezellig. 9 uur 16. Het is 16 januari. Ja, 16-1-9-16. Ja, is leuk. We zijn dus nou niet thuis. Nee. We zijn ergens anders in een rotje knur. Oeh, spannend. Ja. Wat doen we hier? Daar kom ik zo meteen op terug. Tot straks. Ja, een hele goede morgen. We zijn dus weer thuis. Ja. Ik had dus een sollicitatiegesprek bij een uitzendbureau. Actief werk. Actief werk. Ja. En mag ik het dan verklappen of wil je het zo meteen verklappen? Samen? Nee, verklappen. Toch wel? Of wil je het samen doen? Nee, ik ben nog even bezig. Ben je bezig? Ja. Voor mij? Ja. Dat is mooi. Wat heb ik? Ik heb... Werk. Werk! Ja! Ik mag werken in Ahoy. Ja. Yep. Wat gezellig. Dus kom eens een keer in Ahoy en je ziet me. Je mag geen fouten maken. Wat dan ook. Komt helemaal goed. Ja, een hele goede morgen. Het is nu alweer... donderdag 17 januari 2019. Het is nu 11:45. Ja, ik ga nu even naar de action. En dan zien jullie mij straks weer terug. Ja. Goedemiddag allemaal. Het is nu iets over 12:30. En gisteren heb ik dus een sollicitatiegesprek gehad. Ik had namelijk gesolliciteerd op een functie bij een parkeergarage. Dat hoor ik of ik begin volgende week ben aangenomen. Maar ik ga vanavond dus al werken in Ahoy. Ja. Als toiletjuf. Ja, toiletdame. Moet ik het wel goed zeggen. Dus dat dat is voor mij even wennen. Nieuw. Ook wel weer. Maar ik heb er wel weer zin in. Om lekker aan de slag te kunnen gaan. Ja, klinkt heel raar. Ik heb ook een keelstoepje in mijn mond. Klopt. Ik ben behoorlijk verkouden. En waarom wij ook eigenlijk weinig vloggen momenteel. Dat is ook omdat ik erg moe ben op het moment. Ik heb ijzertekort, ik heb vitamine D tekort, dus ja, dan kom ik er ook gewoon. Ik wil wel heel veel, maar ja, ik ben gewoon moe. En dan gaat even mijn gezondheid even voorop. Ja. Dus, maar ja, komt ook wel weer goed. En ik ga zo meteen lekker stomen. Dan hebben jullie zoiets, stomen? Ja, ik ga zo meteen even lekker stomen. Dat is wel lekker, even stomen. Ja. Ik ben nu eerst even veters aan het regen in mijn schoenen, want ik moet zwarte schoenen aan. Mm-hmm. Dus ja, in één keer heb ik een baan. Wat al heel raar is, voor mijn doen. Rodi vindt het eng. Ja, normaal hebben we elkaar lang aan de telefoon. En nu in één keer niet, dus dat valt ook voor hem weg. Dat vindt hij wel prettig als ik hem heel lang aan de telefoon heb. Ja, ik kijk jullie even nou niet aan, maar... Ja, en dat valt dan nu even in één keer weg. Ja, dat is even wennen, dat is nieuw. Ja, voor hem, maar ook voor mij. Maar ja, ik sta in Ahoy, ja. En wat wil een mens nog meer? In Ahoy. Ja, oké, ik kan het dan wel niet zien, maar ik kan het wel horen. Ja. Dus, dat is wel weer bijzonder eigenlijk. Aan het hele verhaal. Dus ja, en dan hoor ik maandag of een dinsdag of een woensdag, want dat is gewoon voor mij het begin van de week. Ik houd gewoon tot en met woensdag kan ik het horen of ik... een echte vaste baan heb. Ja, en dat is dan van 3 tot 7. Dus ja, ook dan
vloggen we wat minder. Dus dan waarschijnlijk dan vloggen we wel, maar dan wordt het dan één keer in de week. En anders gewoon krijgen jullie vlogs in het weekend te zien. Ja, het is niet anders. Het leven gaat ook gewoon door. Ja. En ik heb gewoon wel weer zin in om lekker aan het werk te gaan. En ja. En dan hoop ik misschien eens een keer uit mijn uitkering te kunnen gaan. En gewoon lekker op mijn eigen benen te gaan staan. Vind ik ook wel fijn, eigenlijk wel. Ja. Een paar jaar terug had ik dit denk ik niet hoeven zeggen. Nee. Denk ik niet gezegd. Even kijken. Nou ga ik volgens mij fout. Met sticky ding. Doe ik zo. Ja. Dus ja. En een aantal jaar terug had ik dit niet gezegd. Had ik gewoon gezegd van joh, weet je, ik vind het wel fijn. Een uitkering. Maar ik blijf van het Rijk eigenlijk pakken. Is niet erg, zolang ik het gewoon echt nog nodig heb, een deel, heb ik het nodig. Ja, wat is het dan? Ik heb het schoenetje 2 gedaan. Ook weer gedaan. Ja, ik ga nou kom even vullen met water. Want ik ga lekker stomen. Dus ik zet jullie even hier neer. Ja. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Ja, een halve kom. Dat is wel even genoeg. Zo. Ja. Ik heb nou een lekker theezakje erin. Dit is dan kruidenthee. Dit is. Wat is het? Het is sterrenmunt. Dat vind ik wel lekker. Ja, en dan gaat zo meteen nog wat anders door, even doorheen. Dus dat eigenlijk, ja. Dus wij gaan sowieso even iets minder vloggen. Ja, jammer. Dus dat moet ook even aangepast worden op onze YouTube-kanaal. Dus dat ga ik ook even mijn mama even vragen. Of ze even een nieuwe banden voor ons wil maken. Want ook daar heb ik mijn tijd gewoon niet voor nu. Tekst moet even aangepast worden. Dat eventjes één keer in de week. In het weekend wordt geüpload. Vanaf, en we hebben sowieso nog wel vlogs ook bestaan. Maar ja, dat is eigenlijk... Ja, het is even een verandering, maar we gaan nog niet weg van YouTube, maar eventjes wat minder vloggen. Wel gewoon misschien eventjes kleine stukjes even over de hele week, hoe ik het heb gehad, hoe Rood heeft gehad, hoe het met de hondjes gaat. Nou ja, die staat alweer van ik wil naar buiten. Zij ook. Hé, kleine meid. Eddie. Hey. Waar zijn de kijkers? Hey, hierheen. Kijk eens. Jij wel, hè? Ja. Dus ja, sorry voor deze boodschap, maar we gaan niet weg. Nee. Maar het wordt even iets minder. Ja. Ik moet even sowieso met Rob bespreken van wanneer we uploaden. Maar dan kom ik straks even op terug voor het definitieve uploadschema. Dus, komt helemaal goed. En jullie zullen wel vast en zeker denken van wat is stomen. Nou, ik heb hier dus een kom staan. Met water. En ik was dus bezig nu net met sterrenmunt. Heb ik een beetje tocotolin ingedaan. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Je hoofd er boven hangen. En dan je ogen dicht. En dan lekker gaan in- en uitademen. En dan gaat het allemaal lekker loskomen. Ja.
een beetje te veel tocotolin volgens mij, maar oké. Maar wel lekker. Dit is lekker, mensen. Vooral als je verkouden bent. Zoals ik vandaag nu. Nou ja, vandaag niet alleen, maar... Dit is gewoon... Lekker. Ja. Dit en dit doet het mensen goed. Lekker zo dicht mogelijk houden, om die bak heen. En lekker in- en uitademen. Doe je neus in, doe je mond uit. Alleen ik doe het ook wel eens fout, maar...